Komend weekend is de Grand Prix van Frankrijk op het circuit Paul Ricard. Wat zijn jouw verwachtingen daar? Nou, ik ben benieuwd. Het is natuurlijk een circuit waar ze het het tweede jaar rijden. Uh, het is een apart circuit. We hebben eigenlijk natuurlijk heel veel uitlooproutes. Uh, en die uitlaproutes zijn met rood, wit en blauw uh, opgezet. Dat is een soort schuurpapier. is daar is dat. Dus als je er afvliegt, zijn wel gelijk je banden aan gort. Ik hoop uh, dat uh, Max een beetje mee kan strijden met, uh, met het podium. Hè? Dat hij een, uh, een podiumplek kan pakken. Het zal natuurlijk niet makkelijker worden, want je ziet vooral dat uh, Mercedes en Ferrari hè, vooral de laatste races gewoon heel erg goed waren. Dus het zal een, uh, een pittige race worden voor hem. Nu heeft Red Bull wel de beschikking over een nieuwe motor. In hoeverre helpt dat ze? Nou, zeker. Hè. Het laatste rechtstuk uh, voor, voor, uh, voor de laatste sector heb je natuurlijk best wel een lang rechtstuk. Uh, en daar heb je gewoon power nodig. Nou ja, het start en finish uh, rechtstuk is ook best wel redelijk lang. Dus alle, alle beetjes die zullen helpen. En uh, kijk, als die motor toch weer twee, drie tiende beter is, ja, dat, uh, dat gaat gewoon schelen. Tot nu toe is Mercedes echt dominant. Ze hebben alle racers gewonnen. De vorige keer natuurlijk door die tijdstraf, onder meer van Vettel. Denk je dat Ferrari en met name Vettel heel erg getergd zijn nu? Nou, ik denk dat ik wel in een circuit is waar Mercedes heel erg goed is. Hè. De afgelopen race had je natuurlijk een halve start op circuit. En zag je gewoon dat Ferrari ja, op het rechterstuk mega snel waren. Nou, dat, dat heb je echt nodig in Canada. In, in Paul heb je toch wel wat andere dingen nodig. Vooral de laatste sector is heel veel bochten. Dus heel veel downforce heb je daarvoor nodig. Nou, daar is Mercedes gewoon wel goed. Dus ik verwacht wel weer een overwinning van, van een van de Mercedes-coureurs. Hoe is het met uh, Max Verstappen? Heb je hem nog gesproken de afgelopen dagen en weken? Ja, ik heb hem wel even getekst, uh, ge-sms't En uh, ja, volgens mij gaat het wel goed met hem. Hij zit lekker in zijn vel. Uh, had natuurlijk even wat tijd de afgelopen paar weken. Hè? Een beetje relaxed was. En hij kijkt uit naar deze race. Dus uh, ja, laten, laten we hopen dat het gewoon een, een, een leuke race wordt met z'n allen. En dat hij straks op het podium staat.